De spanning was te snijden in de Kamer van de Gedeputeerde Staten in het provinciehuis. Zo'n 12 initiatiefnemers probeerden namelijk via een pitch geld binnen te halen voor hun project, waarmee ze een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van het erfgoed, de ruimtelijke kwaliteit of het landschap in Groningen. We zien vanmorgen 12 stevige pitches. De mensen die heel enthousiast zijn. Dus nou ja, je hebt de zaal gezien. Allemaal mensen met veel spanning op het gezicht, dus erg leuk. Slechts 3 van de 12 pitchers konden binnen het programma ERL een subsidie krijgen. Het oordeel werd geveld door een jury onder leiding van gedeputeerde Staghouwer. Ook het publiek kon meestemmen. De druk lag dus hoog. Ja, ik vond het heel spannend. Ik was erg blij dat zij het woord deed. Ja, ik vond het heel erg spannend. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb me goed voorbereid. Er waren onder andere plannen voor een beleefpunt op een familiepad bij Smeerling, de aanleg van een kloostertuin bij het beleefpad Slag bij Heiligelee en de ontwikkeling van een natuurzone bij het Voedselbos in Glimmen. Volgens eigen zeggen gingen de pitches in ieder geval goed. Goed, ik ben ruim binnen de tijd gebleven, dus ging goed. Ja, ik dacht wel goed. Ik vond het meest spannend om het binnen 5 minuten te houden, want we hebben zoveel te vertellen. De provincie kiest heel bewust voor een andere manier van het financieren van projecten. En dat valt in de smaak. Kijk, een simpel projectplannetje maken achter een bureau en het inleveren bij het provinciehuis of bij de gemeente is heel makkelijk. Maar als het dan ook gepresenteerd moet worden en als het dan ook zeg maar even een leveltje hoger moet, ja, dat geeft toch wel een soort energieboost. Nou, dat zien we hier vanmorgen. Ja, leuk. En je hebt straks direct duidelijkheid. Je hoeft niet heel lang te wachten. Ja, ik vind het een hele leuke manier. Pas aan het einde van de middag werden de winnaars bekendgemaakt. De strenge jury wist na de pitches in ieder geval wel voor welke projecten er een geldbedrag beschikbaar werd gesteld. Er steekt ook wel iets ergens een kopje bovenuit waarvan je denkt van, oh ja, als we dat met het beetje geld wat we, die 25.000 euro is natuurlijk maar een klein beetje geld, als we dat daarmee iets verder kunnen helpen, dan wordt dat echt een succes. Dus ja. Ik hoop het. Het zou voor ons een hele mooie start zijn, want we hebben natuurlijk heel veel zelf geïnvesteerd en echt een steuntje in de rug.